zelf een tuinderij in Utrecht en daar ben ik heel blij mee. Daar kan ik heel veel experimenten doen en gewoon mijn vak uitvinden. Maar Jaap en Hils kwamen in het najaar, of eigenlijk rond december, naar me toe met de vraag van hey, zou je niet ook ons willen helpen met een tuin opzetten? En er was hier heel veel mogelijkheid om echt als tuinder ook aan de slag te gaan, maar dat was eigenlijk voor mij te ingewikkeld omdat ik al die andere tuin had. En omdat ik dacht, ja, jullie gaan dit wel doen met z'n allen. Of in ieder geval, Jaap en Niels starten hier echt als boer. En dan is het echt belangrijk dat je weet waar je het over hebt. Dus dat je eigenlijk zelf de ervaring ook in je vingers krijgt. Ik wilde ze ook heel graag worden dan. En dit is eigenlijk de manier geworden die voor ons nu een aantal maanden past. Namelijk dat ik een dag in de week meeloop en ondersteun in het werk dat zij uitvoeren voornamelijk. En dat is het opzetten van de tuinerij. En wat was jouw reden om hier ja op te zeggen? Ja, het belangrijkste is eigenlijk... Ja, maar die zijn geen boeren, maar ze, zijn wel, ze hebben wel een belangrijk verhaal te vertellen. En dat wordt ondersteund door Lenteland en eigenlijk de hele Erve Kiekenbos, maar ook de andere boerderijen in Nederland, hebben een belangrijke missie, namelijk laten zien dat het anders kan in de landbouw. Dat wil ik heel graag ondersteunen. Ik vind dat heel belangrijk dat daar het verhaal naar buiten treedt. En ik in mijn eentje op die tuinderij kan natuurlijk ook een heleboel betekenen, maar nooit zoveel als hoe dit nu is opgezet. En... ja, dat, daar zie ik wel een soort bijdrage van mij in het verhaal over ondersteunen en kennis delen. En wat leer jij ze? Ja, ik leer ze heel simpel. Bijvoorbeeld hier die pompoenen. Hoe je die pompoenen eigenlijk goed verzorgt door het seizoen. Hoe je moet zaaien, hoe je moet planten, hoe je de bedden voorbereidt. En eigenlijk het praktische werk van boeren, dus van de tuinder zijn. Waar je op moet letten, wat je doet als er ziekte of plagen of tekorten komen. En ook wanneer je wat neerzet. Ja. En hoe je het jaar rond kunt oogsten? Klopt, ja, we zijn dit jaar begonnen eigenlijk met een soort jaar nul. Dat ziet er niet zo uit, want de tuin is echt wel prachtig vol. Maar we hebben een soort, omdat we wat later starten, dus in mei en juni. Ja, mei hebben we de bedden neergelegd, in juli zijn we gestart. En nu is het augustus en we kunnen al oogsten. Dus er is een soort mini-teelplan gemaakt voor dit seizoen. En we zijn gewoon aan de slag gegaan. En elke week zaaien en planten ze en met elkaar. En elke week is het vanaf nu of binnenkort nog meer, maar er is steeds meer oogst. Dus die cyclus van oké, hoe hou je een tuin draaiende, hoe zorg je dat er altijd gewassen zijn die je kan afzetten. En wat er met de afzet gebeurt, dat is eigenlijk nog een beetje zo aftasten wat er ook hier in de gemeenschap of lokaal wil. Dus we zijn nu aan het afzetten met een bestellijst en er zijn toch verse producten. Maar wie weet is het heel logisch om te gaan inmaken. Ik denk wel dat dat een hele logische stap is op een gegeven moment. Want er komen ook bomen, fruitbomen en veel grotere hoeveelheden. Ik ben al een tijdje tuinder, maar nog niet zo lang bezig met het bodemleven. Dat is sinds kort wel. Aan de hand van de Stichting in Goede Aarde, die we samen hebben opgericht met drie anderen, zijn we bezig met het kijken naar hoe kunnen we eigenlijk het bodemleven centraal stellen in de landbouw. Omdat we zien dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat met, dat is inmiddels wel heel erg bekend, met de landbouw op de manier waarop we het nu doen. En wij kijken dan naar, zijn er manieren waarop je dat anders zou kunnen doen? En die zijn er gewoon heel erg, op het moment dat je gaat kijken naar het bodemleven. Dat bodemleven is eigenlijk niks anders dan een verzamelnaam van allerlei micro-organismen, zoals bacteriën, schimmels, protozoa, noem het springstaartjes en wormen natuurlijk, die kent iedereen. En zo is er een heel voedselweb eigenlijk wat nodig is om in de bodem het werk te doen waarbij de nutriënten vrijkomen die de plant nodig heeft om te groeien. En... we hebben daar gewoon nog nooit zo goed naar gekeken. En wij is? Wij als algemene maatschappij, de landbouw, in grote lijnen natuurlijk. Er zijn altijd mensen bezig mee geweest. Maar ik zelf als boer, ik ben gewoon opgeleid als tuinder. Ik heb heel weinig geleerd over het bodemvoedselweb tijdens mijn studie. Terwijl het best een degelijke studie is. En dat verbaast me heel erg. Dat er eigenlijk de potentie van dat bodemvoedselweb is totaal onderbelicht. Terwijl daar de wortels van ons eten in... groeien, letterlijk. Ja, dus al die kleine beestjes, bacteriën, schimmels, die maken uit de moedergesteente of uit de compost of zeg maar, uit het materiaal waar ze in zitten, maken die met een enzyme eigenlijk weken die nutriënten los en die brengen ze naar de plant toe. Daar krijgen ze suikers voor in ruil. Dus er is een soort hele cyclus gaande. Die plant kan precies aangeven wat die nodig heeft. Dus die plant weet precies hoe die moet groeien, wat die nodig heeft in elke fase van de groei. En als dat bodemvoedselweb aanwezig is rondom die wortels, dan kan die dat dus ook optimaal doen. En dan kan die gezond en groot groeien. En dan is de opbrengst eigenlijk gegarandeerd goed. En ook misschien wel meer dan dat wij nu nog kennen. Want we zijn gewoon heel erg gewend om die controle eigenlijk zelf te houden. En dat niet eigenlijk uit handen te nemen van het bodemvoedselweb. En dus heel erg vanuit input
uit handen te nemen door kunstmest of door... Allerlei andere producten. Ook in de biologische sector wordt met van alles gewerkt. Al is het potselmest om te zorgen zeg maar, dat er voeding is voor de bodem. Maar dat is altijd een soort ondersteuning aan. En nooit wordt er echt gekeken naar, maar wat doet die bodem eigenlijk uit zichzelf? En wat heeft hij van ons nodig om optimaal op zichzelf te kunnen draaien? En wat voeg jij dan toe? Ja, we compost. Maar je hebt compost en compost. Dus wij proberen met een hele diversiteit aan ingangsmaterialen op zo'n manier te composteren dat er veel lucht en veel zuurstof en niet te hoge temperaturen worden behouden. Zodat de organismen die daarin in die materialen eigenlijk al leven, zich kunnen vermenigvuldigen. En dan eindig je met een zuurstofrijke compost die eigenlijk vol zit met het bodemvoedsel wat je in de bodem mist. Want dat zien we dus heel erg, dat er in de bodem eigenlijk overal... organismen missen die dat bodemvoedsel compleet maken. Want jij kijkt met een microscoop, zei je. Ja, dat is onderdeel van de studie die ik heb gedaan. Dus die bodemstudie, daar hoort ook microscopie bij. En dat is een hele waardevolle, heel waardevol gereedschap eigenlijk om te kunnen zien in een bodem van maar hoe gaat het hier eigenlijk? En het is een momentopname, het zegt niet alles. Het verschilt natuurlijk ook per moment in het jaar. Het is helemaal geen waterdicht systeem, maar het zegt wel wat over vooral missende organismen. Dus je kan heel vaak komen bodems tegen waar vooral alleen bacteriën nog zijn. En dan is er dus een heel deel van dat bodemvoedselweb met alle andere protozoa, schimmels en nematoden en alle andere organismen die je echt nodig hebt, ook om al die populaties in stand te houden. Dat is net als boven de grond echt een heel ecosysteem eigenlijk. En als je dus ziet dat die missen, dan weet je eigenlijk dat de bodem en de plant zijn processen niet volledig kunnen doen. En dus dat er waarschijnlijk plagen of ziektes gaan komen. En wij zijn dus gewend om dan in te grijpen en te zeggen, er is een ziekte of een plaag, dus er moet iets, kalk tegenaan of noem het maar beschermingsmiddelen. En dat is eigenlijk al een fout startpunt. Eigenlijk zou je moeten zeggen van, wat mist er in de bodem, waardoor die plant niet volledig zijn proces en zijn groei kan doen. En dat is een beetje waar wij ons op richten. Dus dat bodemleven meer centraal stellen, geeft eigenlijk, als je het goed doet, een heel scala aan voordelen op. En levert het dan ook gezondere gewassen op? Ja. Dat is een gewaagde uitspraak. Dat is, persoonlijk denk ik dat het logisch is om het bodemvoedselweb aan de gang te helpen. En dat die dan de plant verzorgt die wij vervolgens eten. Dus ik stel mezelf dat daar een beetje zo nederig in op ten opzichte van de natuur. Omdat ik denk, ze hebben veel beter door wat ze nodig hebben, die planten. Hoezo denken wij dat we... Ja, natuurlijk met allerlei analyses kunnen we... zien dat er misschien een kalktekort of overschot is. Maar hoe al die elementen samenwerken is zo complex. Dat ik voor nu liever denk, doen jullie dat maar. Zoveel mogelijk biodiversiteit is de beste, is het streven. En wat eruit komt zal dan uitwijzen of het goed genoeg is of niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als een plant al zijn nutriënten heeft, of alle nutriënten tot zijn beschikking heeft om goed te groeien, dat dan ook de plant letterlijk die nutriënten in zich heeft. En dus wij ook. En ieder zal er op zijn manier mee omgaan. En die zal ook zijn struggles vinden, of in ieder geval tegenkomen in de weg om dat te bereiken. En dan moet je dus beslissingen nemen. Zoals hier ook. We hebben ook moeten beslissen om dus compost te importeren die niet per se dus fantastisch compost was. Of toch besloten om... wat zijn dan nog van die beslissingen? Weet je, bijvoorbeeld het gras te maaien, terwijl we eigenlijk zo min mogelijk willen ingrijpen. Dus er zijn beslissingen die je moet nemen als ondernemer of als boer, die misschien niet helemaal in lijn zijn met je uiteindelijke filosofie, maar die in de praktische tijd en zin en de praktijk toch vragen om een bepaalde concessie. En dan is het elke keer weer de vraag, waarom doe je wat je doet en wat is je grotere plaatje en waar werk je naartoe? En ben je het geheel onderweg aan het helpen naar een zelfstandig vliegwiel, zullen we zeggen. En denk je dat zo'n project of zo'n boerderij als Erve Kiekebos of een lentelandboerderij daaraan bijdraagt? Ja, 100%. Ja, anders zou ik hier ook niet staan, denk ik. Ja. Nee, ik denk zeker dat er ligt gewoon heel veel potentie in die kilometers maken. Of de ervaring opdoen, die meters maken in het proces van verbeteren. Dus niemand kan het helemaal goed doen, niemand doet het ook helemaal fout. Maar het is een hele... Je moet gewoon met elkaar die uitdaging aangaan. En dat doen zij hier. Dat vind ik het zo leuk. En wat hoop je dat het gaat worden over 5 jaar? Ik weet niet of het echt hoop is. Want ik denk dat het wel best wel een soort goed plaatje is waar ze naartoe werken. Eigenlijk wat hier in het klein al gebeurt is een tuinderij met alle aspecten die ze dus al op papier hebben gezet. Met een boomgaard en weides en zoveel mogelijk natuurbeheer. Maar vooral dus een plek waar uitwisseling mogelijk is over wat hier gaande is. En de ervaring dus gedeeld wordt en ook mensen misschien nieuwe dingen leren kennen.
ja, wat ik zeg, mensen uit de buurt hiervan eten. Dus dat er een hechte uitwisseling is eigenlijk tussen de consument en degene die het produceert. Ik zeg dan de toekomst of zo, maar eigenlijk weet ik al, dit bestaat al heel lang. Er zijn heel veel plekken waar dit al gebeurt. Ik ben bijna niks anders gewend dan boeren die direct afzetten en met hun klanten gaan praten over wat willen ze volgend jaar op het bord. Dus het is wel een hele oud model eigenlijk, hè? Maar het is wel fijn om te zien dat er dus ook, ja, dat het groter wordt en dat anderen zich daarvoor inzetten.